En dat komt omdat het overgrote deel van de burgers de regels goed naleeft. Ook de geloofsgemeenschappen hebben zich tijdens deze crisis al van hun beste kant laten zien. De voorbije weken waren voor alle geloofsgemeenschappen hele belangrijke momenten. Zoals er het paasfeest bij de christenen, Pesha bij de Joodse gemeenschap en Ramadan bij de moslims. We werken momenteel aan een plan om binnenkort de heropstart van de eredienst aan de Veiligheidsraad voor te leggen. De afgelopen weken hebben we het beste van onszelf laten zien. Over alle verschillen heen stonden we samen sterk. Vlaanderen mag daar trots op zijn. Ik ben trots op jullie. Bedankt. En zoals gezegd, wij zijn echt trots op jullie.